Een vakantie zou ontspannend moeten zijn. Een moment om te ontdekken, tot jezelf te komen en vooral om weer uitgerust en heelhuids terug thuis te komen. De 28-jarige Duitse jongen, genaamd Lars Mittank, gaat voor het eerst in zijn leven op vakantie in het buitenland, naar Bulgarije. Na een volle week staat zijn terugreis gepland. Maar eenmaal op het vliegveld gebeurt er iets eigenaardigs. Lars laat plotseling zijn bagage uit zijn handen vallen en rent zonder pardon naar buiten, om vervolgens nooit meer terug te keren. Van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Hoe gaat het ermee, jongens? Bij mij gaat het wel prima. Vorige week was een intense week. Het was druk rondom de zaak van Ivana Smit. Mocht je de video van vorige week gemist hebben, ik zou je dan echt even aanraden die aflevering nog even te bekijken. Het was een soort special. Er zat een interview in samen met een advocaat die er heel dicht op heeft gezeten. Dus als je de zaak Ivana Smit nog niet op mijn kanaal hebt gezien, bekijk dan zeker de video van vorige week nog even. En iedereen die er zo positief en mooi op heeft gereageerd, ontzettend bedankt. Maar goed, tot de orde van de dag, want vandaag ga ik het weer hebben over een nieuwe zaak. Het gaat over de vermissingszaak van Lars Mittank. Dit keer zijn we weer iets dichter bij huis. Lars is een Duitse jongen die op vakantie gaat naar Bulgarije. En dan gebeuren er nogal wat vreemde dingen omtrent Lars. Maar goed, daar ga ik jullie straks natuurlijk alles over vertellen. Naast het verhaal hier op YouTube heb ik ook een podcastaflevering gemaakt over de zaak van Lars Mittank. Deze is te beluisteren exclusief op Podimo. Zoek ons even op podimo.nl/moordkast en beluister al onze afleveringen. We zitten inmiddels alweer op aflevering nummer 95. Het is toch niet te geloven. Elke week geef ik natuurlijk een shout-out weg aan iemand die mij opvalt in de comment-sectie. En vandaag gaat de shout-out naar Maritz en Place. Hey, kijk al superlang deze serie. Ik heb een vraag voor jou. Vind je opgeloste of niet opgeloste zaken leuker om te bespreken? Doe zo voort. Ik wil hier voor de duidelijkheid niet mee zeggen dat het leuke zaken zijn. Dan zou ik je willen aanraden het voortaan interessant of boeiend te noemen. Want dat is een iets betere woordkeuze in dit geval. Maar ik vind beide super interessant. Onopgeloste zaken, daar kan je nog iets meer over nadenken. Hè? Mijn brein gaat dan helemaal los. Maar opgeloste zaken, dat geeft vaak wat meer voldoening. Wat meer rust als ik zo'n aflevering heb uitgewerkt. Dus ik heb totaal geen voorkeur. De ene zaak is de andere zaak natuurlijk niet. Maar ze zijn stuk voor stuk bijzonder en belangrijk. En dat is het enige wat telt. Mocht je kans willen maken op de shout-out van volgende week, plaats dan hier iets onder in de reacties onder hashtag #sonnedy. En wie weet benoem ik jouw comment de volgende video wel. Aankomende zondag ben ik trouwens weer live te zien op mijn tweede YouTube-kanaal, op Onnestream. Om 7 uur in de avond zal ik weer een horror game waarschijnlijk livestreamen. We gaan het zien. Dus zorg ervoor dat je op Onnestream abonneert. Het linkje staat hieronder. Hopelijk tot zondag. En vergeet natuurlijk ook niet om op dit kanaal te abonneren. Als je ook zo gegrepen wordt door true crime verhalen, zorg er dan voor dat je abonneert en dat belletje aanklikt. Dan krijg je altijd een notificatie zodra ik een video post. Daarbij de disclaimer. Het kan als schokkend worden ervaren, maar in dit geval komt er niet een duidelijke moord naar voren. Dan een heleboel scenario's die mogelijk schokkend kunnen zijn. Dus hou er rekening mee. En ben je onder de 12 jaar, klik deze video dan weg. Daarbij is het niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik jullie geef is info die ik vond op het internet. Dan ga ik maar heel snel beginnen. Het verhaal van Lars Mittank. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jullie ervan denken. Dus heb jij theorieën of ideeën over deze zaak? Laat het me vooral weten. Dit is het verhaal van de mysterieuze verdwijning van Lars Mittank. Het is juli 2014 en de 28-jarige Lars Mittank gaat op vriendenvakantie naar Bulgarije. Zijn volle naam is trouwens Lars Joachim Mittank. En als je hem ziet, het is een doodgewone, knappe, jonge, blonde jongen uit Duitsland. Hij is sportief, mooie blauwe ogen en hij wordt geboren op 9 februari 1986. Hij is precies 2 jaar ouder dan mijn broer. Mijn broer is namelijk ook op 9 februari geboren en dat soort data, dat vergeet je natuurlijk niet. Hij wordt trouwens geboren in Berlijn. Prachtige stad, ik ben er zelf ook wel eens geweest.
Maar uiteindelijk groeit hij ergens anders op. En het heet Itzehoe. Itzehoe. Ho. Nou, het is, als ik het zo uitspreek, misschien een beetje raar. Weet je wat, jongens? Ik zeg gewoon Itzehoe. Ik vind het een frappante naam. Het ligt in het noordwesten van Duitsland, een beetje in de buurt van Hamburg. Het zegt mij even helemaal niks. Ik heb de kaart er even bij moeten pakken. Maar in ieder geval een zaak dicht bij huis vandaag. Nou, die plek waar die opgroeit, ik ga het niet eens meer uitspreken, want ik kan er echt niet mee. Maar het heeft ongeveer 33.000 inwoners. Beetje vergelijkbaar met waar ik woon. Ik woon in Woerden. Het is, een kleine stad. Niet heel groot. Maar Lars is altijd in deze stad gebleven en heeft daar ook zijn leventje een beetje opgebouwd. Het is daarbij ook best wel een hele normale jongen. Hij heeft een flinke vriendenkring. Heeft op dat punt ook een relatie, een vriendinnetje. En een hele goede band met zijn ouders. Hij heeft verder geen broers of zussen. Hij is enig kind, gaat nog regelmatig langs bij zijn ouders voor een kopje koffie of een lekker potje eten. Ze hebben echt een hele goede band. En die wordt alleen maar hechter op het moment dat de vader van Lars een beroerte krijgt. Lars helpt vanaf dat moment altijd na zijn werk. Komt hij langs om zorg te verlenen aan zijn vader. En even over het werk van Lars. Hij werkt bij een grote energiecentrale als ingenieur. Dus hij heeft best wel een goede baan. Het enige nadeel is dat hij in Willemshaven werkt. En dat ligt 3 uur af van zijn woonplaats, Itzehoe. Maar dat is dus echt wel een heel eind. Dan moet je elke dag 3 uur op en neer. Nou, wij hebben het al over 2 uurtjes of 1 uur. Dat vinden we al mega ver weg. Maar 3 uur elke dag, dat is een lange afstandsrelatie met je eigen baan. Het is wel echt een heel eind. En normaal zou je denken, je verhuist lekker naar Willemshaven. Maar ja, hij had zoveel vrienden in zijn thuisstadje. Dan ga je er ook niet zomaar weg. Verder is Lars een groot voetbalfan. Hij is trouw supporter van de lokale voetbalclub genaamd SV Werder Bremen. Zit vaak ook op de bank met zijn vrienden, met chips en bier, lekker voetbal te kijken. Je hebt er een beeld bij, zo'n jongen is het ook wel. Het is ook echt een vrolijke Frans, of nou ja, vrolijke Duitser in dit geval. Maar hij is heel vrolijk. Zijn vrienden omschrijven het echt als een levendig jongen. Super energiek, sociaal, altijd in voor een grapje. Hij maakt vooral veel mensen aan het lachen. Dat was echt iets wat mensen heel fijn vonden aan zijn karakter. Op 30 juni 2014 vertrekt Lars dus voor zijn vakantie in Bulgarije met zijn vriendengroepje. Ze gaan naar het plaatsje Varna. En alle jongens binnen zijn vriendengroep zijn een beetje eind 20. Dus echt wel rond dezelfde leeftijd als Lars. Ze hebben een weekje geboekt, dus ze komen op 7 juli 2014 ook weer terug. Het is niet een heel lange vakantie. Ook al is Lars 28, het is voor hem de eerste keer dat hij op vakantie gaat naar het buitenland. Nou, dat zal nogal een happening zijn geweest. Ze gaan in ieder geval naar de Bulgaarse badplaats genaamd Golden Sands. Dat ligt aan de Zwarte Zee ten oosten van Bulgarije. Het ziet er prachtig uit. Ze hebben een 4-sterrenhotel geboekt. Een all-inclusive hotelletje. Moet ik zeggen, ik vond het er niet heel fris uitzien. Of althans, niet als een 4-sterrenhotel als ik in mijn hoofd heb. Je hebt 4-sterrenaccommodaties en je hebt 4-sterrenaccommodaties. Maar goed, zo'n hotel, daar ben je ook maar amper, hè? Je gaat er natuurlijk vooral voor de zon, voor de zee, voor het strand. En misschien wel voor de uitgaansstrip. Want je kon daar heel lekker, kan nog steeds, heel lekker uitgaan. Deze plek staat er wel echt onbekend om te feesten. En dat ligt niet helemaal in het karakter van Lars, want Lars is niet zo'n feestbeest. Maar goed, hij is met zijn vrienden, die hebben dit vast gepland. Hij zal zijn twijfels hebben gehad. Voor het eerst naar het buitenland, het is natuurlijk wel wat. Maar hij zal ongetwijfeld hartstikke nieuwsgierig zijn geweest. Het hotel waar de groep precies slaapt, dat heet trouwens het Viva Club Hotel. Het is wel een van de luxere accommodaties die je daar kunt krijgen. Dus ze hebben alsnog wel heel erg uitgepakt. Ik zelf vind het er alleen niet zo heel erg gezellig uitzien. Ik zag die foto's en ik dacht, oh ja, weet je, ik ben niet per se de meest dure dingen gewend. Dat hoeft voor mij niet. Maar die all-inclusive resorts, daar lok je mij niet echt mee. Ik heb daar niet zoveel mee. Ik ben vooral lekker van afgelegen. Er mag een baggerzooi zijn. Geef mij een toilet met een gat in de grond. Dat maakt me allemaal niet uit. Als het maar lekker weer is en afgelegen ligt. Niet dat ik nu als een snob overkom, hè. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Ieder zijn ding. Maar zo'n all-inclusive resort is not for me. Nou, ze gaan erop uit, hè. Ze vertrekken naar Bulgarije, naar Golden Sands.
Ik moet gelijk denken aan een soort Bondi Sense. Die zelfbruiner. Klinkt gewoon als een merk voor een zelfbruiner. Het is toch perfect? Ik heb gelijk een heel marketingplan in mijn hoofd. Maar goed, dat terzijde, ik dwaal weer af. Ze gaan in ieder geval met z'n allen gezellig naar Bulgarije. En die hele week geniet die vriendengroep van alles wat die plek te bieden heeft. Ze zonnen veel op het strand, ze spelen af en toe wat voetbal. Ik kan me ook voorstellen dat je dat lekker op het strand doet. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word altijd doodsbang van die ballen. Die vliegen me altijd om de oren en ik weet niet of het aan mij ligt of ik een soort ballenmagneet ben. Maar ze komen altijd bij mij terecht tegen mijn hoofd of op mijn handdoek. Ze moeten altijd mij hebben. Dus ik word er altijd heel erg naar van als ze een potje voetbal naast mijn handdoek beginnen te spelen. Maar ik heb er zo'n beeld bij. Lekker balletje trappen in het zand. En in de avond zijn ze inderdaad frequent te vinden in de pubs en discotheken. De stemming is supergoed. Ze nemen het er echt van. En ze hebben het allemaal prima naar hun zin. Die week die vliegt ook voorbij. Voor ze het weten is het alweer bijna over. Op 5 juli, dus 2 dagen voordat ze weer naar Duitsland vertrekken, gaan Lars en zijn vrienden naar een lokale bar. Het is destijds het WK. Costa Rica en Nederland spelen die dag toevallig tegen elkaar. En die voetbalwedstrijd die kijken ze daar met elkaar. Die jongens zijn natuurlijk voetbalfans. Ik ken ook heel veel mensen om me heen die fan zijn van voetbal en ook andere landen willen zien spelen. En er zijn wat verschillende versies te vinden over dit verhaal. Hoe dit nou precies in elkaar zit. Ik heb een beetje de meest aannemelijke theorie eruit gegrepen, maar pin me er niet op vast dat dit de complete waarheid is. In ieder geval, die vriendengroep krijgt te maken met een ander Duits groepje vrienden. Dat zijn ook super fanatieke voetbalsupporters. Maar dan van een andere club als de club waar Lars en zijn vrienden fan van zijn. Dus, nou ja, je kent het wel, dat mannengezeik. Oh, als ik iets onaantrekkelijk vind, is als mensen het over voetbalclubs gaan hebben en ruzie erom gaan maken. Maar het gebeurt. Ik heb er echt zo'n goed beeld bij hoe dit ontstaat. Gaat nergens over, jongens. Het is een spelletje. Lars en zijn vrienden zijn fan van SV Werder Bremen. En die andere groep van Bayern München. Nou ja, het schijnt een beetje te botsen. Ze hebben een discussie. Er is natuurlijk ook drank in het spel. Dus allebei de groepen raken een beetje geïrriteerd. Gelukkig lost de situatie al vrij snel op. De vrienden van Lars, die vertrekken nog even naar de McDonald's. Lars loopt dan wel even mee. Maar die zegt, ik heb niet zoveel trek. Dus Lars die besluit niet mee de McDonald's in te gaan. Lars besluit in ieder geval buiten op zijn vrienden te wachten. En die komen op een gegeven moment buiten en Lars is nergens te bekennen. Die is gewoon verdwenen. Opvallend is trouwens, en dat vond een van de vrienden nogal een beetje gek, of in ieder geval opvallen, dat Lars de hele vakantie al best wel weinig at. Hij had niet zoveel eetlust. Dat hoeft natuurlijk niks te zeggen. Heel eerlijk, als ik naar een warme bestemming ga of in Nederland wordt het zomer en super lekker weer, dan wordt mijn eetlust automatisch minder van het warme weer. Ik weet niet hoe het bij Lars zit, ik kan er niet over oordelen, maar het is in ieder geval iets wat een van die vrienden van Lars opviel aan Lars. De groep probeert Lars nog te bereiken, maar die is gewoon nergens te bekennen, neemt zijn telefoon niet op, hij reageert nergens op. Het is wel een beetje vreemd. De hele nacht weet niemand waar Lars uithangt. Zijn vrienden dachten in principe dat hij gewoon naar het resort terug was gelopen. Hè? Maar ja, ik weet ook niet of iemand dat dan gaat checken. Ik verwacht het wel, maar wat doe je dan ook? Om nou gelijk naar de politie te gaan is misschien een beetje voorbarig. En gelukkig, godzijdank, de volgende dag op 6 juli duikt Lars ineens weer op bij het resort. Hij is er gewoon. Zijn vrienden zijn hem dus wel de hele nacht kwijt geweest. Als ik een vriendin kwijt zou zijn, hè? Misschien is dat onder vrouwen sowieso wel wat anders, dat we beter op elkaar letten. Mannen denken, denk ik, van elkaar al wat sneller dat ze zichzelf wel redden. Maar ik zou meteen stad en land afzoeken. Ik zou niet kunnen slapen. Maar ook hier zijn weer wat verschillende versies. Wat Lars nou precies vertelt over wat die avond gebeurd is en waarom hij nou verdwenen was. Lars vertelt dan dat hij in een heftig gevecht is geraakt met die jongens van die Duitse groep waarmee hij dus eerder een aanvaring heeft gehad in die bar. Dus het schijnt dat hij die is tegengekomen, hè, onderweg van de McDonald's naar zijn resort. En dat hij het haasje was. Hij heeft klappen gekregen. Er is ook nog een versie dat Lars verteld zou hebben dat die jongens een Rus of een Bulgaar hebben omgekocht om Lars te slaan.
Hoe het ook zit, we kunnen in ieder geval concluderen dat Lars flinke klappen heeft gehad. Hij is onder andere gewond aan zijn kaak en zijn trommelvlies is gescheurd. En dat gebeurt natuurlijk als je een flinke klap op je hoofd of je slaap krijgt. Hij is hiervoor ook naar een lokale dokter te gaan, hè, om dat te laten checken, want het zal ongetwijfeld heel erg veel zeer hebben gedaan. Maar wat zo opvallend is, is dat Lars de rust zelf was. Hij ging confrontaties altijd uit de weg. Je hebt wel eens mensen die zijn echt heel typisch, hè, voor ruzies. Dan denk je, oh, is die weer bezig. Maar in dit geval, het was niks voor Lars. Lars was niet zo'n persoon die zijn voetbalclub ging verdedigen door een gevecht met iemand aan te gaan. Totaal niet. Lars krijgt in ieder geval antibiotica voorgeschreven, hè, voor het gescheurde trommelvlies. Dat middel heet cefalosporine. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek in het Nederland, maar in ieder geval 500 milligram per pil. Dat moest hij slikken voor dat oor. Dit moest voorkomen dat het trommelvlies ook nog zou gaan ontsteken, want dat risico heb je natuurlijk. En dan ben je nog verder van huis en dat wil je niet. Daarnaast raadt de dokter Lars ook af om terug te gaan vliegen. Op dit moment is dat met een gescheurd trommelvlies hartstikke pijnlijk. Het is niet verstandig om dat te doen, dus hij geeft toch wel dringende advies om nog niet het vliegtuig in te stappen. Maar ze zouden op 7 juli natuurlijk terugvliegen, dus hoe gaan ze dat nu doen? Het zit natuurlijk zo, hè, met het vliegtuig, je hebt ontzettende drukverschillen en je merkt het al aan je oren zonder dat je daar iets aan mankeert. Dat doet al pijn zonder dat je trommelvlies gescheurd is. Ik lees op Google dat het vliegen met een gescheurd trommelvlies niet per se heel schadelijk of gevaarlijk kan zijn. Maar door de pijn die het geeft, raden ze het dus af. Dus het is een beetje je eigen keuze wat je daarmee doet. Maar goed, je kan natuurlijk het beste het zekere voor het onzekere nemen. Lars kiest ervoor om toch nog wat langer in Bulgarije te blijven, om dat oor wat meer te laten herstellen. In ieder geval, de situatie is onhandig. Ze hebben geboekt op 7 juli. Nu zit Lars daar, hè, met klachten waardoor hij het liefst niet wil vliegen. Hoe lossen we dit op? Lars zijn vrienden, die hebben zoiets van, joh, we blijven dan met z'n allen gewoon even een tijdje hier totdat Lars gewoon weer terug naar huis kan vliegen. Want samen uit, samen thuis. Dat is denk ik ook de instelling die je moet hebben als vriendengroep. Super attent. Maar Lars weigert dit. Lars die heeft zoiets van, joh, ik red me hier wel. Doe geen moeite voor mij. Neem lekker dat vliegtuig terug naar huis. Het komt wel goed met mij. En ik zorg ervoor dat ik even later wel weer terugkom. Ik vind het toch als vriendengroep, ik snap het ergens ook wel, hè. Want het zal ongetwijfeld voor hun ook niet ideaal zijn geweest. Je moet waarschijnlijk weer aan het werk. Alles moet omgeboekt worden. Maar het had fijn geweest als ook maar één iemand samen was gebleven met Lars. Maar goed, die groep luistert naar Lars. En de hele groep, behalve Lars, vertrekt dus op 7 juli terug naar Duitsland. En Lars blijft moederziel alleen achter in Bulgarije. Nou, hij moest dus wel dat 4-sterren-resort uit. Dat heb je natuurlijk een beperkte tijd geboekt. Het is hoogseizoen, het is begin juli, dus hij moest ophoepelen uit dat hotel. Hij vindt dan een andere accommodatie. Dat ligt in een wat minder goede wijk van Bulgarije, vlakbij het vliegveld, waar hij uiteindelijk zijn vliegtuig zal moeten pakken. Maar ja, nogmaals, het is een wat mindere buurt. Het is een beetje een achterstandswijkje waar dat hotel zit. Het is niet per se de meest frisse plek om nog even een paar dagen te blijven zitten. Het is ook niet per se een veilige omgeving. Het is hier en daar een beetje sketchy. Ik weet niet precies wat zich daar voltrekt. Maar ik heb er wel een beeld bij. Als ik Bulgarije hoor, dan hoor ik ook andere dingetjes. En niet om er een label aan te plakken. Maar met bepaalde landen heb je dat wel. Een beetje. Vanaf het moment dat Lars daar incheckt, begint hij zich raar te gedragen. En raar is een understatement. Terwijl toen zijn vrienden er nog waren, was hij in een prima stemming. Niemand had iets aan Lars gezien. Dat hij een beetje paranoia werd bijvoorbeeld. Maar dat gedrag begint te veranderen op het moment dat hij alleen is. Het hotel waar hij inmiddels was ingecheckt, dat heet Hotel Color in Varna. En op de camerabeelden van dit hotel is schijnbaar te zien dat Lars zich nogal paranoïde aan het gedragen is. Deze beelden zijn later natuurlijk gecheckt en onderzocht. Maar dit is niet openbaar gemaakt. Deze beelden niet althans. Maar naar verluid zou hij op die beelden super angstig zijn en nerveus. Het zou heel duidelijk te zien zijn. Hij loopt constant op en neer.
in de gangen van het hotel. Hij kijkt best wel een beetje paranoïe naar buiten. Hij verstopt zichzelf een tijdje in de lift. Het is alsof hij zich niet helemaal comfortabel voelt. Ook belt hij zijn moeder. Dan begint hij tegen haar te fluisteren. Hij zegt tegen haar, fluisterend dus, dat hij zich nogal onveilig voelt in dat hotel. En dat hij een andere plek zoekt om zich te verstoppen. Hij beweert dat hij gevolgd wordt door mensen die hem willen beroven en vermoorden. Hij heeft er, allemaal ideeën bij. De vraag is natuurlijk of dit realiteit is. Hij vraagt zijn moeder ook om zijn creditcards en bankpassen allemaal te blokkeren. Dat ze hem in ieder geval niet onder druk kunnen zetten en kunnen dreigen hem te vermoorden. Want die passen werken toch niet, weet je wel. Het is raar. Hij lijkt totaal niet zichzelf en volgens zijn moeder was hij behoorlijk overstuur. Die moeder was er zelfs van overtuigd dat hij in gevaar was. Diezelfde avond stuurt Lars zijn moeder nog een berichtje over de antibiotica. Van zou je even willen kijken wat dit middel precies met je doet? Of wat het überhaupt is? Dus hij vertrouwt echt helemaal niks in zijn omgeving momenteel. Op die camerabeelden van het hotel is verder nog te zien dat Lars vertrekt rond 1 uur in de nacht. En veel later pas weer terugkomt. Dus wat heeft hij de hele nacht uitgespookt? Wel weten we dat hij rond diezelfde tijd zijn moeder ook nog heeft gebeld. Maar wat heeft hij die nacht toch gedaan? Hij komt dan alleen dat hotel weer binnen om zijn spullen te pakken. Om richting het vliegveld te gaan. Want die moeder had inmiddels gewoon maar een vliegticket gekocht. Van Varna terug naar Duitsland. Want zij vertrouwde de boel niet. Ze had het idee dat wat er ook gaande was, dat haar zoon niet veilig was. Lars ging in ieder geval totaal niet lekker, dus die ochtend van 8 juli zou hij naar huis vliegen. Dus Lars komt na die nacht terug om zijn spullen bij elkaar te rapen, heeft volgens mij geen oog dicht gedaan en vertrekt dus naar dat vliegveld van Varna. Het is inmiddels 10 uur in de ochtend. Eerst laat hij door een arts op het vliegveld zijn oor nog checken of het nu wel verantwoord is om te vliegen. En die check-up die deed hij bij een man genaamd dokter Costa Kostov. Costa Kostov. Het zou zo uit een stripverhaal kunnen komen, hè, deze naam. Maar dokter Costa Kostov die checkt Lars op zijn oren. En Lars krijgt een go. Hij mag in principe vliegen, maar hij moet rekening houden met mogelijke pijntjes. Want dat gescheurde trommelvlies in combinatie met de druk. Hij mag wel vliegen, maar blijft toch wel zijn eigen keuze. De dokter verklaart dus dat Lars prima in staat is om te kunnen vliegen. Maar Lars lijkt daar ook weer niet helemaal mee bezig te zijn. Hij lijkt niet opgelucht of blij te zijn dat die arts dat constateert. Lars zag er ook gewoon behoorlijk moe uit. Hij zal nogal bleekjes hebben gezien, wat wallen onder zijn ogen hebben door die gekke nacht die hij heeft gemaakt. Dat is nog wel iets wat die dokter was opgevallen. Ook kwam hij nogal nerveus en achterdochtig op deze dokter over. Hij blijft deze dokter Kostov namelijk ook vragen over die medicatie die hij heeft gekregen. Die antibiotica. Stelt opnieuw de vraag, wat doet dat middel eigenlijk met je? Tijdens dat consult bij die arts op dat vliegveld komt er ineens een bouwvakker binnen. Die bouwvakkers liepen daar gewoon rond, want die waren werkzaamheden aan het verrichten. En dan schikt Lars zich een ongeluk. Op een of andere manier is dat een trigger voor hem. Hij springt uit de stoel van de arts. Het is trouwens niet 100% zeker dat het zo is gegaan. Meneer Kostov kwam namelijk met 3 verschillende verklaringen. Waar het op neerkomt, iemand kwam dat kamertje binnen waar Lars ontzettend van schrok. En vervolgens rent Lars dus dat dokterskantoortje uit. En hij sprint dan door die hal van het vliegveld op naar buiten. Het is echt zo'n gek gezicht. Je ziet ook dat hij geen bagage meer bij zich heeft. Er zijn beelden vanaf het moment dat Lars het vliegveld bereikt. Hè, dan zie je hem met zijn tassen lopen. Maar op het moment dat hij wegrent, je ziet dat hij alles uit zijn handen heeft laten vallen en is gegaan. Dit is zo gek. Hij kijkt niet om. Hij kijkt niet op. Hij is zich ergens rot van geschrokken. In zijn rugzak die hij achterlaat zit zijn mobiele telefoon, zijn paspoort, zijn geld, zijn portemonnee. Alles wat hij nodig heeft om ook maar iets te doen in het leven. Je ziet hem op de beelden ook rennen. Wat wel gek is, is als hij eenmaal buiten is, dan wordt het meer joggen. Dan lijkt de urgentie er wat minder te zijn, als ik het zo kan zeggen. Dus het wisselt van wandelen, naar een beetje joggen, naar wandelen. Dat hele erg rennen, dat zit er in ieder geval niet echt meer in. Wat weer zo opvallend is, Lars kijkt geen enkele keer om.
echt helemaal niet. Het is super gek beeld. Nou, Lars loopt steeds verder en verder en verder. Komt uiteindelijk uit bij een hek. Daar klimt hij overheen. En dan jogt hij vervolgens door een zonnebloemveld heen. Dat is op het beeld niet heel duidelijk meer te zien. Omdat het wel heel erg ingezoomd is. Hè? Maar daar wordt hij als laatst vastgelegd. In dat zonnebloemenveld loopt hij het beeld uit. Om vervolgens nooit meer gezien te worden. Het is zo'n raar mysterie. Tot op de dag van vandaag is hij niet gevonden. Op het moment van zijn verdwijning draagt hij dus een geel shirt, een korte denimbroek en witte sneakers. Inmiddels is de verdwijningszaak al bijna 9 jaar onopgelost. De video's van die beveiligingscamera's die gaan enorm viral hè, op het internet. Die worden gepost op YouTube en zijn overal meer dan 16 miljoen keer bekeken. Lars werd voor een tijdje zelfs World's Most Famous Missing Person genoemd. Vanwege de beelden die zo krankzinnig hard gingen op het internet. Ook op TikTok werd deze zaak huge, mede door deze beelden. Mensen die, ja, die breken hun hoofd erover. Wat is hier gebeurd? Die jongen, die schrikt ergens van op het vliegveld, zet het op een lopen en wordt gewoon nooit meer gevonden. De beelden zijn ook wel echt chockerend, want je ziet Lars echt verkeren in angst. Mogelijk zijn dit wel de laatste momenten van zijn leven, of in ieder geval kort voor zijn vermissing. Dat doet toch wel wat met je. Dat is ook de reden waarom het natuurlijk zo viral gaat. Mensen speculeren erop los. De moeder van Lars die is natuurlijk radeloos. Ze heeft geen idee wat er met haar zoon is gebeurd. Er is geen lichaam gevonden. Er is niemand die hier iets mee te maken lijkt te hebben. Haar zoon die rent het beeld uit en is in rook opgegaan lijkt wel. Ze start meerdere Facebook-acties, acties op social media. Ze zet er een privédetective op. Ze is ook te zien in meerdere tv-programma's. Alles om haar zoon te vinden of in ieder geval de waarheid te achterhalen. Er is geen spoor van Lars te bekennen. En als je ook geen lichaam hebt, wat moet dat verschrikkelijk zijn? Op internet wordt er echt volop gespeculeerd. Er zijn zoveel theorieën over de verdwijning van Lars. Een van de meest besproken theorieën is dat Lars er zelf voor heeft gekozen om een nieuw leven te starten. Dat hij dit alles in scène heeft gezet. Dat hij dat gevecht bijvoorbeeld na de Mac in scène heeft gezet om langer in Bulgarije te kunnen blijven. Om vanaf daar spoorloos te verdwijnen. Maar er is eigenlijk niks wat erop wijst dat Lars zo'n soort plan zou hebben. En waarom zou je dan zoveel moeite doen? Om op al die beelden paranoia over te komen, om een vliegveld uit te sprinten. Waarom al die belletjes naar zijn moeder? Dat is natuurlijk ook niet nodig als je zoiets van plan bent. Het is raar, maar goed, hij had een heel normaal leven. Hij had een vriendin, hij was gelukkig, hij had een goede baan. Je weet het maar nooit. In ieder geval komt er in 2019 nog een vrachtwagenchauffeur naar voren. Die beweert iemand in zijn vrachtwagen te hebben gehad. Een lifter die wel erg op Lars Mittank leek. Hij had de lifter in Dresden opgepikt en in Berlijn afgezet. En pas veel later kreeg hij te horen over de zaak van Lars. Dus later ging het lampje pas branden toen hij foto's van Lars zag. En dacht, hey, die lifter die ik in de vrachtwagen had, dat zou wel eens de oudere versie van Lars Mittank kunnen zijn. Dus hij heeft het gemeld. Het is alleen tot op de dag van vandaag niet duidelijk of het ook echt Lars is geweest. Op 19 juli van het jaar 2020 krijgt de moeder van Lars nog een foto toegestuurd van een dakloze man die rondzwierf in Düsseldorf. Hij scheen nogal op Lars te hebben geleken. Nogmaals, een Lars die natuurlijk een flinke baard zal hebben of een oudere versie van hem, dat zagen mensen in hem. Na onderzoek bleek dit toch niet Lars te zijn. Maar ook kwam er een keer een melding uit de Verenigde Staten. Weer met een foto, is dit hem misschien? Nou ja, er kwam niks uit dit soort tips in ieder geval. Dan hebben we natuurlijk nog de medicijnen die Lars voorgeschreven kreeg voor zijn oor. Ik weet niet zeker of Lars die medicijnen echt innam. Hij kreeg antibiotica voorgeschreven. Ik heb gelezen dat hij dit ook daadwerkelijk heeft opgehaald in een apotheek in Varna. Maar hij was natuurlijk zo wantrouwend naar dit middel. Zou hij het wel hebben geslikt? Ik vraag het me af. Die antibiotica die werd voorgeschreven is een vrij standaard antibioticum. Maar ja, de meest voorkomende bijwerkingen van dit medicijn, dat heeft vaak niks met de hersenen te maken.
Het heeft vaak meer met de stoelgang te maken, zoals diarree en buikpijn, wat je ervan kan krijgen. Het kan natuurlijk zijn dat Lars hier heel extreem op heeft gereageerd. Wie weet had Lars wel een zeldzame bijwerking van dat middel, waar wij niet vanaf weten. Lars heeft tot zover duidelijk geen last gehad van mentale problemen. In zijn familie komt het ook niet voor. Maar ik denk ook niet dat het helemaal uit te sluiten is. Er zou natuurlijk best wel iets kunnen zijn wat niet gediagnosticeerd was. Ik ken iemand die had letterlijk een ontsteking in de hersenen. Die begon zich ook super vreemd te gedragen. Wij dachten allemaal van, god, dit is psychotisch. Het is een familielid van mij. Ja, er stond zoveel druk op het hoofd dat zij ook helemaal paranoia werd. Wie weet is het wel zoiets, hè? Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Zij vertrouwde ook niemand. Ze heeft toen zelfs de politie gebeld voor haar eigen man. Je hersenen kunnen zulke rare dingen met je doen. Dat kan ook echt het gevolg zijn van iets lichamelijks. Dus ik sluit het echt niet uit. Best een plausibele theorie. Een optie is bijvoorbeeld dat Lars, ja, dat dat gedrag te wijten is aan een combinatie. Misschien wel die medicijnen, de klap op het hoofd, het slaaptekort. Want hij had die nacht natuurlijk amper geslapen. Ja, het kan zijn dat je dan in een bepaalde staat verkeert, waar je ook niet helemaal goed van wordt. De meest plausibele theorie in dit verhaal vind ik de theorie over mogelijk hersenletsel. Dat Lars zich daardoor nogal paranoïde is gaan gedragen. Lars heeft gewoon een goede klap op zijn hoofd gehad. Mogelijk heeft hij daar een hersentrauma aan overgehouden en daardoor in een soort psychose beland. Er zijn bronnen die beweren dat dit vrij onwaarschijnlijk is. Ik heb ergens zelfs gelezen dat de meeste hersenschuddingen niet leiden tot een psychose. En als het voorkomt, dat daar een hele lange tijd overheen gaat. Maar je hebt zoveel verschillende experts en beweringen. En ik ben zelf eens op onderzoek uitgegaan. Ik heb even gegoogeld, wat doet hersentrauma met je op het moment dat je echt letsel hebt opgelopen? Wat kan het met je brein doen? Ik vond juist meer een bevestiging van deze theorie. Ergens klinkt dit voor mij het meest logisch. Waanvoorstellingen worden juist heel vaak gezien naar hersenletsel. En de meest voorkomende soorten zijn paranoïde en achtervolgingswanen. Dat klinkt natuurlijk superbekend in onze oren. Precies waar Lars last van leek te hebben, toch? Dit soort klachten kunnen juist voorkomen tijdens iets wat posttraumatische amnesie wordt genoemd. Als een patiënt traumatisch hersenletsel oploopt, kan het zijn dat je verward raakt, de kluts kwijt bent, dat je geheugen niet zo goed meer werkt en dit gebeurt direct na de klap. Die paranoia die erbij komt kijken en waanbeelden komen juist heel vaak voor bij een posttraumatische amnesie. Dat heb ik dus uitgezocht. Soms kan het minuten aanhouden, soms weken, soms maanden. Maar ik denk dat dit gewoon de meest logische verklaring is. We weten natuurlijk wel dat Lars volgens zijn vrienden niet meteen helemaal verward was. Dat dat pas gebeurde toen hij dat gekke hotel betrad. Hè, dat Color Hotel in Varna. Nu weet ik het fijne er niet van. Misschien viel het gewoon niet op. Ten slotte waren die vrienden die jongen ook een hele nacht kwijt. Hoe goed hebben ze nou eigenlijk op zijn gedrag gelet? Misschien was hij wel in de war. Is het die jongens toen gewoon nog niet opgevallen? We weten het niet. Ik kan me ook goed voorstellen dat je goed ziek bent na zo'n klap op het hoofd. Zelf een hersenschudding gehad. De dag erna. Ik kon helemaal niks, kan ik je vertellen. Misschien heeft hij wel de hele dag op bed gelegen. Is het zijn vrienden niet opgevallen, maar was hij toen al paranoia? We weten het niet. We zijn er niet bij geweest. Wat ik wel weet, en dat is uit mijn eigen research, dat die vrienden heel verschillende dingen beweren. Ik denk dat dit eigenlijk wel het geval zou kunnen zijn. Dat Lars super paranoia is geworden van die klap op zijn hoofd. Je trommelvlies scheurt ook echt niet zomaar. Dan moet je een flink harde klap hebben gehad. Er zijn ook andere theorieën. Bijvoorbeeld een theorie over het criminele circuit. Misschien is Lars daar wel onderdeel van geworden. Misschien werd hij wel gedwongen om in drugs te handelen. Maar in Bulgarije komt bijvoorbeeld ook wel heel veel mensenhandel voor. Toeristen worden daar regelmatig onder druk gezet. Misschien werd Lars wel echt achtervolgd, hè? Je weet het niet. Hij zat nou niet in de meest lekkere buurt toen hij incheckte in dat laatste hotel. Misschien is hij wel de verkeerde tegen het lijf gelopen. Maar goed, als de bagage van Lars wordt onderzocht, worden daar geen verdovende middelen in aangetroffen. Dus ja, er zijn geen tekenen voor,
maar wie weet. Maar dan vraag ik me af, waarom heb je dat dan niet tegen je moeder gezegd? Ook geloven sommige mensen dat Lars wel is vermoord, hè, om het leven is gebracht. Wat natuurlijk vaag is, is als jij paranoïde bent, of als het om een zelfdoding gaat, of door je paranoïde een ongeluk krijgt, dat je lichaam heus wel gevonden wordt. Hoe kan het zo zijn dat Lars spoorloos verdwijnt als hij dat zonnebloemenveld inrent? Dan kun je toch eigenlijk maar één ding bedenken, en dat is dat daar iemand achter moet zitten, toch? Het lichaam verdwijnt niet zomaar. Je weet het nooit. Misschien is hij zo diep ergens de wildernis in beland of in het water terechtgekomen en heeft de natuur het lichaam in zich opgenomen, om het zomaar te zeggen. Dat zie ik ook nog wel gebeuren, maar dat blijft toch wel gek. Maar goed, zou het een moord kunnen zijn? Dat is de vraag. Hij is natuurlijk in elkaar geslagen, hè? Er waren mensen boos op hem, maar zouden die echt in staat zijn geweest om hem te vermoorden? Hij was natuurlijk de nacht dat hij in elkaar werd geslagen wel de hele nacht footsie. Maar goed, als we dan de beelden bekijken van het vliegveld, is er dan weer helemaal niemand die hem achtervolgt. En dan is het toch logischer om onder de mensen te blijven. Je wordt eerder vermoord op een afgelegen plek zoals in dat zonnebloemenveld dan op een druk vliegveld. Dus het is dan heel onlogisch om daar weg te lopen. Dan is er nog een laatste theorie waar ik het over wil hebben. En dat is dat Lars toch mogelijk leed aan schizofrenie. En dat dat eerder gewoon niet gediagnosticeerd werd. En dat dat tot uiting kwam daar, in Bulgarije, toen hij eenmaal in zijn eentje in dat sketchy hotel zat. Misschien voelde hij zich niet veilig. Misschien heeft die klap op het hoofd wel iets getriggerd juist. Het kan natuurlijk zo zijn dat de laatste dag in Bulgarije dit tot uiting kwam. Dat de eerste symptomen naar boven kwamen en dit zich heeft geuit tot een psychose. Nogmaals, hij heeft geen geschiedenis met mentale issues, maar je weet het maar nooit. Hè? Je hebt ook zoveel mensen die het voor zichzelf houden en geen hulp zoeken. En dat het niet in je familie zit, dat zegt ook helemaal niks. Het is vooralsnog niet uit te sluiten. Maar wat er ook gebeurd is, het is natuurlijk ontzettend triest dat deze jongen van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn. Wat lijkt me dit een hel voor de achterblijvers. Ik heb dus geleerd dat als het gaat om een moord of iemand die daadwerkelijk overleden is, dat het gaat om nabestaanden. En in het geval van een vermissing worden de dierbaren van het slachtoffer of degene die verdwenen is, dat worden geen nabestaanden genoemd, maar achterblijvers. Omdat het natuurlijk niet duidelijk is of deze persoon ook daadwerkelijk niet meer in leven is. Dus wat moet dit wrang zijn voor de achterblijvers? Het is zo'n mysterie. En dit is ook echt wel weer iets waar ik gewoon nachten van wakker kan liggen. Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat zo'n jongen zo'n veld inloopt en vervolgens nooit meer gevonden wordt? Is het wel goed uitgekampt allemaal? Is al het mogelijke onderzocht? Waarom heeft deze zaak niet veel meer aandacht gekregen? In het nieuws bijvoorbeeld, want hier heb ik niet zo heel veel over gehoord voorheen. Tuurlijk is het viral gegaan op TikTok en YouTube, maar ik vraag me af of hier wel echt experts ook naar hebben gekeken, weet je wel. Wat is er gebeurd? Dit kan bijna niet. 2014 had je al redelijk wat camera's opgesteld staan, overal. Als hij dat veld uit is gelopen, dan moet hij hoe dan ook toch ergens gespot zijn. Ik vind het ontzettend raar. Maar goed, ik ben natuurlijk benieuwd naar wat jouw theorieën hierover zijn. Dus laat het hier onder in de reacties vooral achter. Ik heb dit verhaal, het verhaal van Lars met Tank, ook besproken in mijn podcast genaamd Moordkast. Dat doe ik samen met mijn broer Hendrik. En dan gaan we nog iets dieper in op de theorieën en op dit hele verhaal. Dus ben je daar benieuwd naar? Meld je dan vooral aan op podimo.nl/moordkast. Nieuwe leden krijgen daar de eerste periode via ons linkje een tijdje gratis. Dus zorg ervoor dat je snel aanmeldt. Vergeet natuurlijk ook niet om op dit kanaal te abonneren. En aankomende zondag ben ik weer live voor jullie op Onnestream, mijn tweede YouTube-kanaal. Ga daarvoor naar youtube.com/onnestream. Zondag om 7 uur in de avond hoop ik jullie daar te zien. En anders volgende week weer met een nieuw spraakmakend verhaal. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.